أختم بفتوى أتحملها أمام الله عز وجل. كل من تشيع من أهل مصر أو من غيرها فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. دمه يستوي مع دم الحنش ويستوي مع دم الفأر ويستوي مع دم البغي. كل من تشيع على شيعة إيران والعراق ولبنان والحوثيين وطاع واعتقد عقيدة خميني فهو كافر مرتد حلال الدم والمال. من قتله فله أجر إن شاء الله، ومن قتل منهم فنحسبه شهيدا عند الله عز وجل. Wat er na Ghadir gebeurde is onbeschrijfelijk, verschrikkelijk. Verschillende metgezellen gingen zich fel inspannen tegen de leider over de gelovigen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Er zijn verschillende gebeurtenissen die wij moeten doornemen wat er na Ghadir is gebeurd. Ten eerste, twee metgezellen wouden de leiding nemen en wouden een staatsgreep plegen. Die twee waren Abu Bakr en Omar. Tijdens een belangrijke gebeurtenis, genaamd het leger van Osama, beveelde de profeet Mohammed om de stad Medina te verlaten. En hij zei, vervloekt is degene die het leger van Osama met rust laat, dus die niet meedoet met het leger van Osama. Abu Bakr en Omar bleven achter en vochten niet mee met het leger van Osama. Een tweede belangrijke gebeurtenis waarin wij kunnen bevestigen dat Abu Bakr en Omar maling hadden aan de woorden van de profeet is de tragedie van donderdag. En deze tragedie wordt zelden verteld in de moskeeën. Zelden zal je hierover te weten komen. Want men wil niet dat jij erachter komt wat er op deze donderdag allemaal is gebeurd. De profeet is ziek en ligt in bed. En hij zegt, o mensen, geef mij pen en papier, dan zal ik voor jullie een testament schrijven, zodat jullie niet zullen dwalen. Omar ibn al-Khattab scheldt de profeet uit. Hij zegt, de profeet is aan het ijlen. De profeet stuurt de metgezellen boos weg en laat enkel en alleen zijn ahlul bayt achter. Dit is een tweede gebeurtenis waarin Abu Bakr en Omar de profeet hebben boos gemaakt. Er is een belangrijke vraag die heel vaak niet wordt beantwoord. En die vraag luidt als volgt. Hoe is de profeet gestorven? Hoe is de profeet Mohammed gestorven? Deze vraag wordt heel vaak verborgen gehouden. Wie is schuldig aan de moord van de profeet Mohammed? Dat is Aisha, dochter van Abu Bakr. Aisha, dochter van Abu Bakr, heeft de profeet vergiftigd. Dus Abu Bakr en Omar hadden maling aan de profeet. En Aisha, dochter van Abu Bakr, vermoordt de profeet in opdracht van Abu Bakr. Dit zijn allemaal plannen om een staatsgreep te plegen tegen de zuivere islam, de islam van de Ahlul Bayt, van de verwanten van de profeet. Zij willen macht grijpen. Abu Bakr en Omar willen macht grijpen. Saqifa is een ontmoetingsplek, een plek waar metgezellen bijeenkwamen. Daar hebben Abu Bakr en Omar een staatsgreep gepleegd tegen de verwanten van de profeet Mohammed. En namen zij de macht over het hele islamitisch rijk. En zij hadden als regel, degenen die niet loyaal aan ons zijn, zullen wij vermoorden. En zij gingen zelfs zo ver dat zij de meest belangrijke vrouw in de geschiedenis van de islam hebben vermoord. Genaamd Fatima al-Zahra. Fatima al-Zahra was de dochter van de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Toen zei de profeet, Fatima is een deel van mij. Wie haar boos maakt, maakt Allah subhanahu wa ta'ala boos. Wie haar pijn doet, doet mij pijn. Abu Bakr en Omar hebben Fatima al-Zahra vermoord. En wat is de reden? De reden is dat zij loyaal bleef aan imam Ali, alayhi salam. Fatima al-Zahra was een bewijs voor het leiderschap van imam Ali, alayhi salam. Want Fatima al-Zahra is een deel van de profeet. En de aanval ging als volgt. Omar ibn al-Khattab
zegt tegen Fatima dat hij het huis zal verbranden en wie er ook in zit. Hij bedreigt haar. En vervolgens haalt hij met zijn tuig brandhout en verbranden ze in het huis. En vervolgens vallen ze Fatima de Zahra aan. En komt zij tussen de deur en de muur en breekt ze haar ribben. En krijgt ze een spijker door haar rib. En krijgt ze een miskraam van een zoon genaamd Mohassin. Hier is Isis ontstaan. Isis is ontstaan bij de deur van Fatima. Het eerste slachtoffer van Isis is de dochter van de profeet zelf. Als de dochter van de profeet vandaag de dag aanwezig zou zijn, dan zou IS haar hebben vermoord. Net als hoe IS vandaag de dag onschuldige Shiiten vermoordt. En de beelden hebben jullie allemaal gezien. Hoe 1700 onschuldige Shiiten in bijvoorbeeld Spijker, het kamp van Spijker, werden vermoord. De reden, zij volgen de woorden van de profeet. Zij volgen Ali ibn Abi Talib. Het soenisme kent twee sleutelfiguren, twee idolen. Dat zijn Abu Bakr en Omar. Na de aanval op het huis van Fatima, wat tevens ook het huis van de profeet is, kunnen wij bevestigen dat Abu Bakr en Omar tegen de islam gingen vechten. En dat zij fel tegen de profeet waren. En dat zij totaal geen respect hadden voor de familie van de profeet. Wij kunnen Abu Bakr en Omar als het volgende beschrijven. Terroristen, criminelen, misdadigers, IS-stichters, barbaren. Al die aanslagen vandaag de dag in de wereld zijn ontstaan door deze twee terroristen.